Ik ben op weg naar het stadhuis, want te zessen wordt er het officiële start gegeven van de Renske Fiesten. Bal is open, toen is een burgemeester aan het woord. Het is natuurlijk de schepen van Fiesten, die tot schepenburgemeester wordt. Vrijdagavond gingen de Gentse feesten van start. Jean-Pierre, beter bekend als de belleman van Gent, luidde deze in. Maar wat zijn de Gentse feesten net? Wel, dat zijn overhands Gent verschillende activiteiten. Ook wel Vlaamse dingen en straattheater zijn heel bekend. En ook verschillende marktjes die eigenlijk een beetje het volk lokken naar Gent om zowat, ja... Gent toffer te maken en een beetje op te fleuren elk jaar. Elk jaar opnieuw trekken de feesten nieuwe bezoekers aan. De sfeer is hier wel heel leuk en er komen veel vriendinnen en zo. Dus ja, ik denk wel dat dat leuk is. Er zijn heel wat interessante plaatsen te bezoeken de komende 10 dagen. Ik vind het straattheaterfestival van Mira Miro heel interessant zelf, omdat daar verschillende circusacts zijn. Polypoly en de Blasmarkt. Ja, en we zijn ook te doen. En van die jaren is er ook de Summercamp en de Vismijn. En je hebt ook Babylon Club en Klein Turkije. Maar de meest bezochte plaats blijft Polypoly. Ja, vooral multicultureel. Overdag, ja, het begint in de namiddag en dat is meer multicultureel. En dan s'avonds is het vaak een DJ en zo. Ja. De verwachtingen liggen hoog dit jaar en daarmee bedoelen we niet enkel het bezoekersaantal. Maar de Vlasmarkt, dat is wel het van het. Hè. Dus ja, dat is altijd, je weet het misschien zelf wel, de place to be, hè, jongen. 's Nachts, alleen draaien te vieren, geen probleem.